Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is René en ik ben vandaag 30 geworden. Nou, we zijn denk ik net een half uurtje thuis en toen kreeg Sergio een oproep dat er een reanimatie gedaan moest worden. Oh, jezus. Kom maar, poepie. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Goedemorgen, het is vandaag vaderdag. Ik heb al een koffietje gezet voor Sergio. Ik ga even het Jesse zilver uit bed halen. En dan ga ik het cadeautje geven die Jesse heeft gemaakt. En we gaan vandaag een fotoshoot doen met z'n drieën. Want normaal maken we altijd foto's van elkaar. En is het dus erg moeilijk om gewoon met z'n drieën op de foto te staan. Dus dat gaan we doen vandaag. Kak. Heb je kak gedaan? Kak. Wat heb jij voor papa? Zit erin, dan heb jij dat voor mij gemaakt. Sora. Hé? Sora. Echt waar? Ik ben echt op school gemaakt. Dat is het laatste. Heb je een vlaggetje gemaakt? Kijk, het is jouw handje. Jouw handje? Oh. Aha. Die is leuk. Er zat nog iets. Kijk. Grappig. Dat heb je mooi gemaakt. Ja. Ben je er blij mee, poepie? Zeker. Oké dan. Heel blij. En we gaan vandaag een fotoshootje doen. Ja. Ik ben er blij mee. Kijk er op zin. Gaan we dan. Beetje windje. Aangevallen door boom. Gaan we dan? We zijn in het wit. En de boys in het wit-groen. Dekentje mee. Eens kijken of we er wat leuks van kunnen maken. Ik wilde dit echt al
zo lang. Ik had toen ook ingeschreven bij het castingbureau en dan kon je dan kiezen. Ho, daar gaat onze zoon. Jesse, kom maar hier, dadelijk word je vies. En dan kon je kiezen voor zo'n fotoshoot. Ja. En dan kwam er ook in die van. Nee. Dus, daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja? Nou. Ja. Hij is weer een beetje overbelicht, maar ik had maar één hand om mee te werken. Zo, we zitten in de auto en we zijn onderweg naar de Oud-Hollandse Tuinen in Klingendaal. Dat ligt zeg maar bij Wassenaar. Dus 20 minuutjes rijden voor ons als het allemaal mee zit. Ik heb er zin in. Wassenaar, Wassenaar. Ja, ik ook. Wassenaar, Wassenaar. Ja, ik ook. Echt schot in de roos, poepie. Schot in de roos. Nou, hopen dat we deze gozer een beetje aan het lachen krijgen. Het is niet zo makkelijk. Ik ben er heel vrolijk bij wel. Ja, dat wel. Maar goed, ze hoeven ook niet altijd te lachen. Hè. Ik bedoel. Ja, je wel. Er kunnen ook hele mooie foto's in een huilend of een neutraal gezichtje zijn, natuurlijk. Ja. Als we dan maar met z'n drieën opstaan, dan gaat het om. Ik wel een beetje plakjes voor gisteren hoor. Ja, het was. Sowieso super gezellig. Ja. Ook gewoon niet te druk. Anderhalve meter in acht gehouden, meestal. En ja, een beetje gefaseerd. Het einde van de dag kwamen Jack en Eugene nog eventjes. En daarna Vieran met de family. En die zijn gewoon tot 1 uur gebleven. Want nou ja, uiteindelijk heb jij gewonnen. Ja, I know. I saw it. En, want 30 seconds is ook wel weer een schot in de roos. Ja, dat is een leuk spel. Echt tot nu toe. Helemaal naar schaar. Elke keer dat we het gespeeld hebben, inderdaad, gewoon helemaal kapot van het lachen. Ik heb zelfs gewoon een beetje schaam. Ja, ik ook. Wat zei hij nou? Presentatorisch. Ja, nee, wat zei hij? Ja, iets presentatorisch. Toeristen. Presentatoristisch. En Jared zei: grote berg. Iets zoiets. Dat grote berg. Dat hele grote, dat grote berg. Berg. Dat grote berg. Nou, ja. En, Vieran die wist echt de meest simpele dingen gewoon niet. En Jet die was echt bloedfanatiek. Ja. Maar het is gewoon, je wordt zo on the spot. Ook als je moet voorlezen hoor. Maar ook als je dan moet raden dat je dan gewoon ineens helemaal blanco bent. Dat je denkt, ja ik weet wat je bedoelt. Ik kom niet op de naam. Zo'n spel op tv zou ook helemaal niks voor mij zijn. Ik zou gewoon een blackout van die. Maar dat heeft dus met het brein te maken, hè? Dat heeft met het brein te maken. Ik rij wel, maar ik weet hoe het niet. Het heeft met het brein te maken dat mijn bepaalde stresslevel, zeg maar, bepaalde. Prioriteiten uitzet gewoon. Ja, zoiets. Niet belangrijk hoe die berg heet. Overleven moet je. Daar kun je daar gewoon niet bij, ja. Overleven moet je. En ik heb gewoon maar 3 borreltjes Captain Morgan op en ik voel me echt brak van me. Er zijn net nog 2. Worden er al meer? Ja, nee, 2, 3. Heb ik 2, maar één en een rozeetje. Dus. Het is gewoon. Tja. Ik drink gewoon niet zo vaak. En dat vind ik niet erg. Dat vind ik gewoon hartstikke goed. Alleen erg. Dat vind ik niet erg, maar zo'n avond als gisteren vind ik het dan wel lekker om gewoon 2, 3, 4 drankjes te doen. Maar ik wil me daar niet zo brak van voelen. Maar goed. Krijg je ervan. Nou, we gaan even op de weg letten. Dan zien we jullie zo weer. We hebben een alcoholcontrole. Alcoholcontrole, jongens. Nou. Ja, oké, is helemaal in orde. Ja, mag ik door? Oké, ja. Okay, ja. Dankjewel. Dankjewel. Doei. Goed bezig. Ik dacht, of ik wil overvallen. Ja. Of ze gooien iets door mijn voorruit. Maar het is een onschuldige alcoholcontrole. Zijn ze nou aan? Door. Nou, we hebben een achtervolging, jongens. Ja, ze zijn, dat zijn YouTubers. Riepen ze dat?
Nou, we zijn denk ik net een half uurtje thuis en toen kreeg Sergio een oproep dat er een reanimatie gedaan moest worden in de Ruperestraat. Dat is bij ons in de buurt. En hij is nu wel heel eventjes weg, dus ik ben benieuwd of hij nou echt aan het reanimeren is. Want dan betekent dat hij gewoon zijn allereerste echte reanimatie dan aan het doen is. Laten we hopen met een goede afloop. Ik ben benieuwd. Heb je gereanimeerd voor het eerst? Net niet. Een kindje van één. Was de ambulance er al? Ja. Oh, Jezus. Kom maar, poepie. Wat een vaderdag. Ja. Fucking hell. Is het goed afgelopen, weet je niet? Ja, was de reanimatie was uiteindelijk niet nodig, maar was helemaal blauw. Ik had die oma gesproken. En ze wonen hier, aan de Brink. Oh. En ze waren op bezoek. Verstikt. Ze gingen me verschonen. Ze stonden op punt om te gaan. Ik heb wel mijn voeten kapot gelopen. Ze stonden op punt om te gaan. En toen dacht ze van... doe me eventjes verschonen en temperaturen. Waarschijnlijk een snotprop bleef hangen in de keel. En misschien verslikte hij zich daarin of zo. Dan, zoals als je je verslikt dat je luchtpijp een beetje blokkeert of zo. Nou, waarschijnlijk was dat gebeurd. Dus hij liep helemaal blauw aan. Jezus. Een krop syndroom of zo. Krop. Ja, iets met krop. Dus, de ambulance was daar. Ambulance en politie en ze bedankte me heel erg. Het was echt de eerste keer dat ik zo dichtbij was. Ja. En dan gelijk kindje. Zomaar even, kindje van één. Dan sta je toch ook met je mond vol tanden. Dat verwacht je niet, denk ik. Als dat je eerste ding is. Nee, maar gewoon überhaupt. Ik bedoel, je leert een volwassen persoon reanimeren, denk ik. Babyreanimatie hebben we nog niet gehad. Nee. Inderdaad. Tenminste, theorie wel, maar niet... Godzijdank is het goed afgelopen. Zo, ja. We zijn aan de overkant van de tramrails, zeg maar. Dus ik heb eerst met de auto daar de AED gehaald. Toen als een... geconcentreerde mallen die kant op gingen. En ik heb aangebeld en toen deed die oma open. Ik mis dat praten. Die oma zou ook wel verslag zijn. Of ja, maar ik vond ze wel heel geheel. Ze was wel, zeg maar, ook nou, omdat het kindje inmiddels alweer aan ja, en precies. Een beetje bijgekomen ja, was. Ja. Het schiet dan toch door je, dat is waarschijnlijk met tranen en ook wel de adrenaline natuurlijk. Dus je denkt van, ja het kan gewoon zomaar gebeuren. Ze staan op punt om naar huis te gaan en ze leggen het kindje neer, verschonen, temperaturen en hij schiet gewoon ineens en ademt gewoon niet meer, wordt gewoon blauw. En ze hebben hem schijnbaar zelf een beetje geschud zo en... Maar ik weet in ieder geval niet waar de AED hangt. En hoe dat werkt, dat ding pakken en zo. Ik weet nu alleen niet hoe het werkt. Om dat ding weer opnieuw verzegeld te krijgen, zeg maar. Of dat automatisch gaat, of dat daar iemand... dat ga ik nu eventjes uitzoeken. Ik heb er wel een knoop van in mijn maag. Ja, snap ik. Nou, godzijdank goed afgelopen. Ja. Dat is ook voor mezelf wel een bevestiging of zo dat ik op het moment zelf niet bevries of zo. Dat ik niet. Ik heb gewoon meteen aangebeld, ook al stonden de hulpdiensten al voor de deur. Ik dacht van ja, je weet nooit of je kan. Nee, helpen. Assisteren.
Maar ik vraag me wel af, wat hebben die... Hebben die ouders hem uiteindelijk zelf weer op gang gekregen? Of heeft de ambulance dat gedaan? En wat hebben ze dan gedaan? Ik denk dat ze het zelf al... Wat is dat altijd? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat hij in verbinding staat met iPad. Oh, horloge daar. Oh, mijn horloge, ja. Zou dat kunnen? Ja. Ja. Ik denk inderdaad dat het kindje al soort van op adem aan het komen was op het moment dat de hulpdiensten aankwamen. En dat ze daarna zeg maar de zorg verleend hebben en zo. Want zij kwamen, ja, ik denk dat ik minuten 5, 6 met die vrouw heb staan praten, misschien iets langer. En toen kwamen de politie en de ambulance alweer naar buiten. Dus... Zo zie je maar. Tering. Nou, dat is ook een vaderdag die je nooit vergeet. Voor hun? Ja, voor jou misschien ook niet meer, maar voor hun helemaal. Voor hun helemaal, ja. Goedemorgen, het is vandaag 22 juli en dat betekent mijn verjaardag. Mijn echte verjaardag, ik ben vandaag 30 geworden. Het leven als een twintiger zit erop. Ja, ik hoop dat niet gelijk alles instort en gaat hangen. Ik ga in ieder geval mijn best doen van niet. Vind ik het een leuk getal? Nee. Ik blijf liever gewoon forever 29. Maar ja, dat zit er helaas niet in. En ik ben wel heel blij dat ik 30 mag worden. Dus we gaan verder niet zeiken en we gaan er gewoon van genieten. We gaan er wat moois van maken en ik hoop dat ik nog heel, heel veel verjaardagen mag vieren. En ik hoorde net van Sergio dat hij waarschijnlijk toch nog wat uren gaat opnemen. Zodat we nog vandaag ook een beetje mijn verjaardag kunnen vieren. En het is net over 9 en ik heb echt al meer dan 150 verjaardags felicitaties. Het is echt niet normaal. Echt zoveel liefde. Dus via deze weg ook ontzettend bedankt ervoor. We can party all night long. And we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention. Yeah, we just wanna dance on our own. We can party all night long.